Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzaak van Nederland, VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100. Bert van Hunestein, trainer van DVS 33, zo vlak voor de tweede thuiswedstrijd in de derde divisie tegen Achilles 29. Toch een club met een zekere reputatie in het verleden. Ja, in het verleden. En we moeten zorgen dat we dit Achilles op de knieën gaan krijgen met het spel wat wij zo graag willen spelen. Bert, ik kan mij voorstellen dat het een pittige week is geweest. Dat de spelers elkaar in de ogen hebben gekeken. Jou ook hebben aangekeken. Jij de spelers hebben aangekeken. Kortom, de handen zijn weer uit de boezem gegaan. Want ik denk dat iedereen wel heeft gedacht van ja, mijn hand moet in eigen boezem gestoken worden. Maar die is er nu weer uit. Nou, kijk, dat is in zekere zin ook al vorige week in de rust al gebeurd. Daar is dat proces al begonnen. En deze week hebben we daar natuurlijk meer over gesproken, ook met videoanalyse. Maar eigenlijk viel er niet zo heel veel te analyseren. De jongens wisten heel erg goed te vertellen waar het hem in zat. En dan is het ook klaar. Dan moet de focus weer meteen op deze zaterdag. Hè. Je kan als stoere trainingstaal zeggen, ja, je moet ervan leren. Maar in de competitie leren, kom op, je moet er meteen staan. En dat mag je gewoon niet overkomen. En dat is, daar hebben we het hele leven over gehad. En daarna meteen over Achilles gesproken. Precies, wat dat betreft is de rust bewaard gebleven eigenlijk deze afgelopen week. Ja, want je hoeft ook geen onrust te creëren als het er niet is. Je kan soms ook van een tegenstander verliezen die gewoon oppermachtig was en veel beter was. Dan zul je dat, hoe lastig het ook is, moeten accepteren. Maar je moet het niet in details gaan zoeken of mogelijkheden van ja, die moet spelen of dat moet spelen. Nee, het was gewoon een collectieve off-day en zo hebben we ook aangelopen. Maar je kan je wel voorstellen dat er supporters zijn die denken van wat is dit nou en hoe komt dit nou en Bert, wat doe je nou? Nee, dat klopt. En het was ook een situatie die we nog niet zo vaak gezien hebben bij DVS natuurlijk. Dus dan is het sowieso voor de supporters even lastig. Maar dat is heel vervelend. En ook voor onszelf, maar zeker ook voor de supporters. En ja, natuurlijk wordt de supporter onrustig, want je ziet de DVS niet graag verliezen en wij ook niet. Maar er is vandaag weer een dag om niet om het goed te maken, want dat lukt natuurlijk niet meer. Maar we kunnen wel de goodwill die we hebben gecreëerd in de afgelopen maanden en jaren weer terugpakken in één duel. De opstelling is, dacht ik, zodanig dat dat ook wel repercussies heeft voor de tactiek. Ja, dat klopt. Kijk, de verwachting is dat Achilles toch wat achterover gaat leunen en dat we wat meer op hun helft zullen spelen. Nou, daar hebben we ook rekening mee gehouden in de tactische variant die wij kunnen spelen. Nou, we zullen straks zien wat dat ons gaat brengen. Ja, en maar voor de rest blijft natuurlijk alles hetzelfde. Gewoon zo snel mogelijk die bal willen hebben en dominant willen zijn. Ja hoor, daar moet je niks aan veranderen. Dat zeg ik, als het een keer tegen zit moet je niet alles over de kop gaan gooien, op de klink jagen en noem maar op. Nee hoor, we hebben wel wat accenten veranderd deze week. Maar dat heeft ook puur te maken met de weerstand die we verwachten vanuit Achilles. Maar het gaat er vooral om dat je weer laat zien hoe leuk je het vindt om te voetballen. En hoe belangrijk je het vindt om in de top mee te doen. En dat wil ik vandaag terugzien. De opstelling is? Todori Velanus in het doel, Frank van den Burg, Basiel Camara, Mark Bouwman, Roel de Vries. Middenveld met Koen Vloedgraven, Oktay Usturk, Christian van Hussen, Maurice de Ruiter. En voorin Barry Powell en Benjamin Roemion. Oké, heel veel succes Bert in deze wedstrijd. Dankjewel Piet. Zijn we van start. Barry Powell heeft de bal geschoten naar Basiel Camara. Basiel Camara, Roel de Vries slingert meteen vooruit, gaat meteen Benjamin Roemion zoeken. Oktay Usturk daar. Op zich gaat er al meer goed dan vorige week. Vorige week stonden we al achter en dan houden we er zo meteen over vorige week op. Want we leven nu weer in het heden en we moeten gewoon weer, er moet gewoon gas gegeven worden. En er moet gewoon gewonnen worden vandaag. Precies, bouwen aan het vertrouwen. Het vertrouwen weer opbouwen en met z'n allen proberen om die eerste periode een mooie serie neer te zetten. Frank van den Burg met de verre ingooi. Maar die bal die blijft hangen. En het is uiteindelijk Roemion die de eerste doelpoging noteert voor DVS. Christian van Hussen. Frank van den Burg. Maurice de Ruiter. Wil schieten. Schot geblokt. Komt in de voeten van Benjamin Roemion. Tweede bal. Oh! Lekkere goal, Maurice de Ruiter. Geplaatst in de hoek. Over de keeper heen. Keeper kansloos, de keeper van Achilles, Nick van Doorn. Zo komt DVS na een ruim kwartier voetballen op een 1-0 voorsprong. Doelpunt te maken, Maurice de Ruiter. Verlies in zo'n duel, Mark Bouwman die achteraan moet.
Steekballetje, Smit. Buitenspel. Af en toe komen ze toch wel goed op het middenveld. Kunnen ze toch wel redelijk voetballen, hoor. Handige buitenspelers. En de aanvoerder probeert een beetje te verdelen. Maar nu wel veel ruimte voor Christian van Huissen. Gelijk de bal door. Roemerjan eventjes uitgeweken naar de rechterkant van het veld. Berry Powell. Scoort. Zo doe je dat. 2-0. Goed werk, voorbereidende werk was van Benjamin de Roemerjan. En voor Berry Powell zo'n koud kunstje. Om de 2-0 te mogen maken voor DVS 33. Doelpuntenmaker Berry Powell. Basile Camara op avontuur. Zo'n mooie bal op Paul, zeg. Maar ook een hele goede redding, hoor, van de keeper. Ja. Kwam goed uit zijn goal. Maar dat is een keer zijn andere aanvalsopzet. Zo zien we het niet zo vaak. Een bal een beetje van halverwege het middenveld gewoon in één keer ervoor. Ja, dat kan met Paul op 9. Het was ook een op maat die bal van Basile Camara. Rauwald de Vries, nou, kom eens op. Een goede hoekschop willen we zien. Achterin Mark Bouwman. Dat zei je net. Goeie bal van, van Rauwald en ook prima van Mark Bouwman. Want je hebt lengte zat. Nog 10 minuten tot de rust en DVS staat met 2-0 voor. Nu Maurice de Ruiter. Steekbal, goede bal van Oktay Öztürk. Kijken of de bezetting voor de goal is. Voorzet, Berry Powell. Goede loopactie ook van Maurice de Ruiter die naar de eerste paal gaat. En Berry Powell die zijn plek kiest bij de tweede paal. Roald de Vries met de hoekschop. Voor DVS. Weer te laag. Aanval loopt door. Basile Camara maakt het doelpunt. Staat er op de goede plek. Gaat het vieren. Hij is oprecht blij. Goeie goal van Basile Camara. Zo wordt het 3-0 in de 40ste minuut van de eerste helft. Koen Vloedgraaf, hè? Via Mark Bouwman. De bal bij Frank van den Burg. Maurice de Ruiter aangespeeld. Mooi balletje op Lars Dekker. Oktay Öztürk schiet. Van... Het gemiddelde. Prima gemiddelde. Maar het is nu Frank van den Burg die wat ruimte heeft. Kan kijken. Probeert Maurice te zoeken, maar vindt hem niet. Hey, goeie. Besluit een goede paas voor die nummer 11 te geven. Smik, even Smit. Gelukkig zit daar Basile Camara tussen. Roald de Vries, goede bal. Goede bal. Ik zou hem... Oh, wat een heerlijke bal. Ja. Oh, mooi goal, hè? Dat begint eigenlijk bij Roald de Vries die goed wegdraait. Een lange bal geeft op Koen Vloedgraven. Die mooi de ruimte induikt. En nu uiteindelijk bij Berry Powell komt. En een... klein tikje geeft op Maurice de Ruiter en veegt hem binnen. 4-0 voor... Oktay Öztürk. Benjamin Roemerjan. Benjamin Roemerjan, 16 meter binnen. Maurice de Ruiter, over! Oei! Deze had hij moeten maken. Open goal. Oktay Öztürk die daar zijn antwoord op geeft en nog steeds een beetje staat te kijken. Misschien kan hij op die manier wat
ze zo te laten gelden. Het is nu in ieder geval Maurice de Ruiter met een prachtige bal tegen de lat. En de rebound is het Osturk, net besproken. Fantastische traptechniek van Maurice de Ruiter. Verdekt geschoten. Goed in de loop meegenomen. Het is nu Maurice de Ruiter op de achterlijn. Balletje terug. Kan hem in bezit houden. Ja, tikt hem net door. Werd nog een kans. Lars Dekker. Dribbel op de 16 en geschieten. Oh, dat is ook wel lekker bal dit. Oh. Ja, die gaat erin. Dit is gewoon gevoel. Dit is precies op de juiste plek waar je weet. Intuïtie, noem het fantastisch. Heeft hij er weer drie? Extra aandacht voor Lars Dekker. Die met een hele mooie solo de bal oppikt. De tweede bal oppikt eigenlijk. En op die manier richting de 16 dribbelt. En de bal kan steken richting Maurice de Ruiter. En die er net voorlangs stikt. 5-0 hier in Ermelo. Benjamin Romeon. Sterk. Ten opzichte van zijn tegenstander. Frank van den Burg. Dit scheidsrechter vindt dit niets. Lars Dekker. Dennis Hollard. Oliver Pilon. Naar binnen en schieten. Nee, er buiten omheen. Oh, jammer. Is echt op zoek naar een doelpunt. De scheidsrechter trekt er helemaal niets bij. Want hij laat een 3 seconden tekort spelen. Maar hier in Ermelo aan de Sportlaan wordt het 5-0. In het voordeel van DVS 33 tegen Achilles 29. We danken u voor het kijken en tot een volgende keer. Na deze wedstrijd vandaag alleen de analyse met één trainer. Met Bert van Hunestein in dit geval. Bert, hoe hecht je aan deze overwinning? Nou, in die zin dat het belangrijk is voor de stand. Doelpunten voor, 3 punten. Maar ten aanzien van de uitvoering, want daar kijk je voornamelijk naar van je eigen team. Dan denk ik dat er nog wel ruimte voor verbetering is. Ja, en waar dan? Nou, voornamelijk in balbezit. Ik vind de drive en de wil was enorm in het begin. Maar dat sloeg ook over in haastig handelen, verkeerd positie kiezen in het veld. En jezelf voorbij lopen en veel in duels komen. Iedereen wou belangrijk zijn, iedereen wou de groep aan de hand nemen. Ja, dan komen wij niet in een comfortzone. Dus en je scoort toch 3 doelpunten, maar dat had niet te maken met ons hele goede spel. Nee, de combinaties aan zich liepen in de tweede helft met name door, denk ik, zo'n beetje zo'n Lars Dekker die erin kwam. Die toch weer zo'n heerlijke balbehandeling heeft en het spel zo eenvoudig maakt. Daar kan ik van genieten, Bert. Jij ook? Ja, wij allemaal. En daar hebben we hem ook gebracht. Het is een jongen die, of je nou tegen Barcelona speelt of tegen Oene. Hij is in staat om altijd dat te brengen wat een speler van zijn niveau gevraagd mag worden. En hij helpt een team altijd op die manier. Precies, dit was ook typisch weer zo'n wedstrijdje om het totaal aantal doelpunten van Maurice lekker op te schroeven. En zo is het geworden. Ja, en het had nog veel meer moeten zijn. Ik denk dat we aanvallend niet altijd de juiste keuzes hebben gemaakt. Maar goed, we hebben tot einde toe wel gas gegeven. We wouden ook het doelsaldo natuurlijk opkrikken. En we hadden ook vooral de mensen die er vorige week bij waren uit in Noordwijk, die er nu ook weer zaten, die wouden we toch wel belonen met doelpunten. Want het was vorige week natuurlijk niet best. Nou, te weinig doelpunten gemaakt, maar toe maar. Van tijd tot tijd zie je ook dat langzaam maar zeker Barry Powell en Maurice de Ruiter aan elkaar beginnen te wennen. En ja, om toch maar eventjes de accent op het positieve te leggen. Dat viel mij wel op, Bert. Nou, mij viel gewoon op dat Benjamin Romeon de beste aanvaller was. En dat ik het jammer vond dat hij zijn mooie actie niet kon belonen met dat wat hij graag wil. Maar die zorgt voor zoveel dreiging en daar profiteren Maurice en Barry van. En Barry is voetbalintelligent, Maurice is voetbalintelligent. Maar ook in deze wedstrijd vind ik dat ze er veel meer uit hadden moeten halen. Dan moet je veel meer klasse laten zien tegen een ploeg als Achilles. Eigenlijk had Benjamin Romeon die dat gebaar moeten maken wat Wesley Sneijder zo mooi maakte, weet je wel, van
Ja, twee kopkansen. En, maar ja, die jongen schrikt er zelf ook van natuurlijk. Dat verwacht hij nooit. En aan de andere kant op dit niveau moet je alles verwachten. En moeten die ballen er gewoon in. En dat weet Benna zelf ook. Het moet scherper, het moet beter, veel doelgerichter. Dus huiswerk genoeg. In ieder geval gefeliciteerd met deze overwinning. Je hebt denk ik de rest van de wedstrijden ook wel bekeken, de eindstanden. En daaruit blijkt toch wel dat Noordwijk en Quick Boys toch wel favorieten beginnen te worden. Ja, maar in het begin van de competitie, dan die punten tellen dan extra hard, want dan staan we snel bovenin natuurlijk. Dus ja, die hebben de punten van ons gepakt, dus dan weten we wat we nog moeten doen. Maar het belangrijkste is dat we zelf een serie neer gaan zetten, zodat we ook bij de top komen en dan zullen we verder kijken. Oké, succes verder Bert. En gefeliciteerd met deze overwinning. Ja, jij ook Piet. Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzak van Nederland, VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100.